Schuurman en ik ga vandaag naar de Affordable Art Fair op het Westergasterrein in Amsterdam. En ik ga in gesprek met kunstenaars, galeriehouders, bijzondere mensen. Mijn naam is Elisabeth Kleinveld, ik ben kunstenares en zakenvrouw en ik maak kunst omdat het helpt mij om dingen te verwerken die actueel zijn, zoals toen orkaan Katrina mijn staat heeft verwoest. Ik kom uit New Orleans en na 18 maanden dat heb ik een nieuwe serie gemaakt wat je achter mij ziet. Om weer de dingen die mooi zijn in het leven te kunnen zien. En ik heb nu een stuk aan dat gaat over de overname van ABN AMRO en de kredietcrisis. I'd like to show you this work. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe je hiervan kijkt, want ik vind het een heel mooi stuk. Ewout Huibers en het heet Babylon in Amsterdam volgens Babylon mij. Babylon aan de Amstel. Ja. Het is grappig, want ze noemen het dus Babylon, de Toren van Babel. En je ziet ook dat schilderij van Pieter Breugel met die vorm van de Toren van Babel erin. Oké. Okay. Maar het doet mij veel meer denken aan Mont Saint-Michel, die dijk in Frankrijk naar dat eiland toe. Met eb en vloed die dijk wordt overspoeld. En dan heb je diezelfde vorm van al die gebouwen en die zijn allemaal zo daarin geduwd. Dat is mooi. Ik vind het een heel bijzonder werk, vooral al die gebouwen, het Rijksmuseum wat verbouwd wordt, de Muntoren, het gebouw van de Basel, het Apollohuis, de Bijenkorf. De Rembrandtoren. De Rembrandtoren, er zitten allemaal bekende gebouwen in. Het is Amsterdam. Jij woont in Amsterdam. Jij hebt iets met de geschiedenis van Amsterdam en deze gebouwen. En absoluut. Het is een mengeling tussen die oude en die nieuwe kunst. Ik vind het een heel leuk werk. Oké, hartstikke goed. Dank je. Marius, ik ben erg benieuwd wat je van deze werk vindt. Het is van Edward Bouzon, Fransman. Wat vind je ervan? Ik vind het heel modern, met die glanslaag die er overheen zit. Maar het doet ook toch weer aan oude kunst denken, dadaïsme met collage technieken en ook die kleur van het krantenpapier komt erin door. Dus het is een hele mooie samenhang tussen oud en nieuw. Je weet waar hij zijn inspiratiebron vandaan heeft gehaald en je hebt toch een heel modern kunstwerk. Ik vind het erg mooi. Elisabeth, ik heb die kunstenaar gevonden van het werk wat jij zo mooi vindt. Leuk. Kijk, ja. Hey, dit is Elisabeth. Hoi, hallo. Ewout. Dit is Ewout. Jij hebt dit stuk gemaakt. Absoluut. Een tijdje terug vond ik dat ik Amsterdam kon herschapen om het nog mooier te maken dan het al is. En dat heb ik gepoogd. Het is gelukt, vind ik. Ja, het is ontzettend mooi. Ik heb een vijftigtal bekende en minder bekende gebouwen van Amsterdam gefotografeerd. En de lucht en de muur en de weg, alles is in Amsterdam gefotografeerd. Ja. En dat vervolgens met een klein beetje monnikenwerk van ongeveer 3 weken... op de computer in elkaar geplakt. Oh, je hebt het op de computer bij elkaar? Ja. Fantastisch. En wanneer heb je het gemaakt? Dit voorjaar ben ik er een aantal weken mee bezig geweest. Dus eerst een paar dagjes door de stad heen fietsen om alle gebouwen te fotograferen en op te zoeken. Ja. En dan rustig thuis achter de computer duiken om daar alle gebouwen vrijstaand te maken en in compositie te plaatsen. En werk jij vaak vanuit deze techniek, deze compositie? Dit is eigenlijk de eerste keer. Wat bedoel je? Dit is de eerste keer dat je dit zo doet? Ja, ik ben gewoon professioneel fotograaf, meestal in opdracht. Yeah. En dit is voor het eerst dat ik mezelf een opdracht heb gegeven om zoiets te maken. Wow. En Elisabeth, hoe ben jij eigenlijk met dit kunstwerk in aanraking gekomen? Nou, ik zag dit kunstwerk op de website van Ella Arps. Ik heb haar meteen ge-emailed van, dit is prachtig, hoeveel kost het, wat zijn de oplages, wanneer kan ik hem zien? Maar dit is wel de eerste keer dat ik hem vandaag zie jij het dus voor het eerst? Absoluut. Prachtig. Ik ben echt helemaal onder de indruk. En dan nog meer als je de verhaal erbij hoort natuurlijk. Hello, who are you? Margarita Mejia. And what do you do? I have been in this project with Jorge Ferreira doing the silk illustrations.
Elisabeth Kleinfeld with a strong idea about bank situation in the Netherlands. Mm-hmm. And I have done the silk painting. You've done the silk painting? That's right. So? So this part, this is silk hand painted. Uh-huh, yes. And this is also silk hand painted. Oh, okay. But who did this then? Jorge Ferreira, as an illustrator, yes. Took newspapers that Elisabeth Kleinfeld provided, yes. And he put together this composition. Okay, it's beautiful.